hartelijk welkom op Schiphol en fijn dat u vanmiddag onze gast bent. We zijn een mijlpaal van 50 miljoen passagiers voorbij. Sterker nog, 51 miljoen passagiers. Het netwerk is uitgebreid van 313 naar 317 directe bestemmingen. Operationeel gezien is 2012 het beste jaar van Schiphol ooit geweest. En dat is iets waar we met z'n allen ongelooflijk trots op moeten zijn. Maar 2013 wordt lastig vanwege een aantal hele zware grote projecten die we gaan starten. Eén daarvan is Centrale Security, niet Schengen. Dat betekent dat er maar één security moment is. Dat is bij binnenkomst. Dat betekent veel meer relaxedheid, geen lange rijen, veel meer reisgemak. 2013 wordt een moeilijk jaar. Wat de heer Nijhuis al zei, dan komt het er nog extra op neer om heel goed samen te werken. En met name ook de belangen, elkaars belangen, heel goed in het zicht te houden en daarnaar te handelen. De grootste uitdaging voor 2013 is met alle plannen die we hebben de focus te blijven houden op de reiziger. Ervoor te zorgen dat het reisproces zo ongestoord mogelijk plaatsvindt. En dat we Europe's Preferred Airport ook in 2013 weer meer dan waar maken.